De Afrikaanse varkenspest dreigt naar Nederland te komen. In België is de ziekte al verspreid. En varkenshouder Jan Peer van zorgboerderij Personneke heeft wel een idee over hoe dit kon gebeuren. Hij vreest voor de gevolgen voor zijn 2000 vleesvarkens. In België is de viruswaard rond een parkeerplaats, rond een snelweg waar heel veel buitenlandse truckers parkeren. Vermoedelijk is het via voedselresten van de mensen die daar wat hebben rond laten slingeren, zijn die zwijnen besmet geraakt. En euh, ja, dan gaat de verspreiding heel erg snel door dier diercontact. Ook mensen kunnen het overbrengen met schoeisel of andere diersoorten die van buiten de stal, een muis die de stal in loopt. Op het moment dat er een uitbraak plaatsvindt, dan wordt er een euh, kring rond 1 kilometer van de besmettingsruimte, waar alle varkens geruimd. Uh, drie kilometer rondomheen komt een beschermingszone en die zit ook nog een hele tijd op slot. En op het moment dat het echt in de agrarische sector, in de, in de, in de professionele varkenshouderij uitbreekt, gaat sowieso twee dagen heel Nederland op slot voor alle varkenstransport. Uh, financiële gevolgen zijn enorm groot ook voor de varkenshouders. In België zien we momenteel dat uh, de varkensprijs met 40 cent uh, gedaald is door deze uitbraak. Dit dus zou voor mijn bedrijf alleen al betekenen dat ik iedere week 5000 euro schade heb. Praat ik over een zeugenbedrijf met 600 zeugen, waar de biggenprijs met eh, 30 euro naar beneden keldert door, door zo'n voorval, dan praat je over een schade met misschien wel 10.000 euro in de week. Eh, daarnaast hebben we natuurlijk ook nog de psychische schade van de varkenshouders die direct met ruimen geconfronteerd worden, want het hakt er wel erg in voor mensen om eh, dieren waar je je hele leven goed voor gezorgd hebt, dat die dan allemaal opgeruimd moeten worden. Uh, dit is iets wat we met z'n allen moeten, ook, moeten proberen te voorkomen. Een uitbraak zou veel ellende met zich meebrengen voor Peer en alle varkenshouders in deze regio. De kans dat de pest naar Nederland komt, wordt steeds groter. Het risico is wel redelijk aanwezig. In België hebben ze hem ook nooit verwacht. En toch is hij er nu. Gelukkig zit hij nog in de wilde zwijnen, maar het komt er wel heel kort bij. En een uitbraak naar de echte agrarische sector is natuurlijk dan... Ja, Kun je eigenlijk min of meer op wacht. Op het moment dat er in Nederland een uh, varkenspest plaats gaat vinden, raken we onze varkensvrije status kwijt, of varkenspestvrije status kwijt, sorry. Uh, dit heeft verstrekkende gevolgen want uh, natuurlijk de, 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 onze grote uh, inkopers die heel veel varkensvlees inkopen, China et cetera, die gaan op dat moment zeggen dat ze ons vlees niet meer willen en dat heeft hele erge financiële gevolgen voor de hele sector en voor heel, voor heel Nederland als exporterend land.